Saran, Dani, Rutger, Maaike, Bram, Twan en Akamis zijn team D, team Doe Het Dan. En zij gaan het doen of niet tegen Come On, Celine, Glenn, Niek, Rijn, Slotta en Bram. Dit is team Come On. Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Dear Brownie. Rutger is alleen al skills genoeg om deze video te bekijken. Vergeet even niet te abonneren, want dan mis je geen één wedstrijd. Als je, ja, want stel je voor je bent niet geabonneerd, dat is toch super sneu. Dan mis je gewoon de volgende wedstrijd misschien. Dat kan niet. En wat about Slotta? Frank krijgt de gouden schoen. Is door jullie opnieuw gekozen tot speler van het jaar. Had net wat meer stemmen dan Noah. Niet beste speler van het jaar, maar speler van het jaar. Frank Slotta. En daar is die verguld mee. En Maaike van Houten, de grappigste vrouw op social media, doet de aftrap. Check haar account, is van de woordgrappen. Daar selecteert Roy ook zijn speelster op en zijn commentator. Flauwe, slechte woordgrappen. Mijn naam is Edward van Kuilenborg. En dit is de tweede wedstrijd van de strijd om de Influencers Cup. De eerste, check die video. Daarin spelen de bankzitters. Moet je absoluut gaan zien. Dat was hilarisch. En nu dit duel. Deze zijn aan elkaar gewaagd, denk ik. Hier is Joris, de keeper. Akamist, daar in het doel. Zonder handschoenen. Met de moves en de schijnbewegingen. En Rijn met de soepele heupjes reageerde. Hier hebben we die man van die vette trick aan het begin van de video. En Rijn met het eerste schot gekraakt door Rutger. Die hard gaat met zijn team Tantum. Leuk om die in te huren. Als bedrijf of scholen. Die kunnen al die moves laten zien en leren. En daar Frank, speler van het jaar. Zware druk op de schouders. En daar Joris die een thuiswedstrijd speelt. Dit toernooi, strijd om de Influencers Cup, wordt gespeeld in Vleuten. Rutger. Rutger doet dat goed en het doelpunt. Ook hier, net als in de eerste wedstrijd, een snelle goal. Eentje binnen de 2 minuten van Rutger. Doe het dan, doet het dan. 1-0 voor. Tegen dat team in het mintgroen. Beveiligers aanwezig, want heel veel publiek aan deze kant van het veld. Uitverkocht. Maaike is een ijshockeyster. Geweldig dat ze meedoet met deze voetbalwedstrijd. Daar Saran uit Nieuwegein. Hoeft ook niet ver te reizen. En kijk eens, Circus Saran is geopend. Publiek mag ook daar weer bij. Bij dit circus van La Cap. Het is niet alleen iemand met goede kapbewegingen, maar ook andere trucs. Het publiek dus bovenop elkaar om dit te bekijken. Want wat een toernooi wordt dit zeg. Niek nam de hoekschop, werd niet begrepen. 6 wedstrijden en dan de kleine finale en de grote finale. 4 teams van allemaal influencers tegen elkaar. Onderling, ieder team, 1 vrouw. En hier Glenn, die denkt ik probeer het van ver. En oh ja, Joris neemt er gewoon met zijn borst aan. Stond er net voor die zwarte lijn volgens mij. Moest wel, maar heeft er ook de techniek voor. Ja, had anders Hens geweest. Slim, goed gedaan. Door Joris, die echt steeds beter gaat voetballen. Is natuurlijk al handig, maar wordt ook steeds zelfverzekerder. Kijk hem eens gaan, zegt die Akamist. En dan zegt Frank, tot hier en niet verder. Glenn kijkt weer even. Helder, wel handschoenen aan. Veldvoetballer, linksbenig, maar vindt het leuk om te keepen. Er is eigenlijk maar 1 echte keeper bij dit toernooi. En dat is Noah. Het is dus wat aanpassen, ook voor Frank, die naar links kijkt en denkt, oké, veter zat los, lijn heb ik nog niet helemaal door, ik neem mijn tijd. Mijn beste tijd komt nog. Misschien wel tijdens dit toernooi. Misschien wel dit jaar. Dan weer die Bordeaux-rode. Zeg maar Girondin Bordeaux. Maar die staan laatste in Frankrijk. Dani. Goed dat die weer terug is. Kijk eens zeg. Glenn Helder met eerst dat handje en dan dat voetje en dan de actie. En wat komt die ver? Oh, 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 oh. Ja, oh, oh. Wat een aanval. En nog een keer. Glenn schieten. Oh, zo zeg. Ja, wat kan die man voetballen. Hop, gaat zo Maaike voorbij. Nam er op zijn hak. En dan hop. Niet door de benen volgens mij. Maar wel een geweldige passeeractie. Die gaat door de beentjes. Frank legt hem goed terug. Wat is die sociaal. En Joris keept prima. En dan staan daar 3 man. En dat is moeilijk om hem daar tussendoor te schieten. Heerlijke aanval. Van die groene. Van team Come on, Frank. Ja, als die gaat dreigen, dan schrik je. Daar word je bang van. Akamist bleef cool. Balverlies. Een draai van Rijn. En daar Niek. Niek Rozen.
doet nog wel eens een kettlebell squat in de gym. Deze aanval stopt daar. Joris, gaat hij zijn doel verlaten? Ja, kijk hem eens gaan. Die komt ver. Schran, oh, die geeft hem met de onderkant schoen verder mee. De draai van Joris. En nog even terugkijken. Wat een hoop rondjes worden er gegeven in deze wedstrijd. Niek, was dit bewust of niet? Het werkt in ieder geval. Dan ook nog deze. Paas, fantastisch, van Schran. En Joris. Heerlijk dit zeg. Geweldig toernooi wordt dit. Er komen fantastische wedstrijden aan. Met hele bijzondere doelpunten, momenten, uitslagen. En Danny. En Glenn. Doet het weer in één keer. Glenn. Ja zeg. Het lukt hem. Heerlijke goal van Glenn Helder. 1-1. Hij zit in het programma De Alleskunner Vips. Nou, dit kan die ook hoor. Fantastisch linkerbeen heeft hij nog steeds. Die 50er. Ja, je denkt dat hij in de 30 is of zo. Misschien 40. Maar wat is die man fit. Veel op tv te zien als drummer. Wanneer hij op tijd ermee begint naar reclames. Hier het wippertje. Over de as. Het zijn toch twee verschillende kleuren. Dat mintgroen en bordeaux. Regelmatig wordt hij naar de andere kleur geschoten. Het is nog vroeg voor de meesten. Zo 2 uur 's middags. Moeten nog een beetje wakker worden. En groeien in het toernooi. En hey, kijk eens. Weer zo'n leuke truc van die Schran. Die kan echt wel voetballen. En Dani ook hoor. Prachtige paas dit. Van de Schran. Ook nog op maat. Aanval loopt door. De hele wedstrijd krijg je te zien. 10 minuten. Eigenlijk 12, maar ze begonnen te laat. Er waren weer eens wat spelers niet op tijd. Dus de eerste 2 in ieder geval 10 minuten. Daarna 12 minuten. En leuk om ze eens een keertje helemaal te bekijken. Die duels van de immens populaire creators die richting de 200.000 subs gaan. Abonneer je, absoluut nu. Om geen van de zaalvoetbalwedstrijden die er snel aankomen de komende dagen te missen. Daar is Schran, probeert het met de hak. En Celine. Die kan ook fantastisch voetballen hoor. Celine Dept, de Belgische. Haar Michiel heeft de eerste wedstrijd gespeeld en gewonnen. Moeten dus ook nog tegen elkaar, dat wordt wat. Want meestal doen ze het samen in video's. Door de benen van Frank, maar geen echte panna. Goed driehoekje. En kijk eens, die Celine. Hop, zo speelt ze zich vrij. Goed Celine, hoor je Glenn ook zeggen. Van Dani. Celine, misschien wel de beste voetbalster die meedoet. Ieder team dus een dame. En ze probeert het gewoon. Niet slecht hoor. Van Celine. Die we ook al een aantal keer hebben gezien in het nieuwe vrouwenteam van de Creators FC. Gaat die ook zien. Waanzinnige doelpunten. Veel plezier. Bijzondere duels. En uitslagen. Glenn houdt die bal binnen de zwarte lijnen. We zitten op zo'n 7-8 minuten. Dus nog maar eventjes. Rijn schiet vallend. Joris deed laatst slijm in de voetbalschoenen van Ole als prank. Die Ole doet ook mee aan dit toernooi. En dit is het doelpunt van de voetballer van het jaar. Die dat zeer uitbundig viert. Kijk hem eens volledig uit zijn plaat gaan, die Frank Slotte. Het is 2-1. Het is spannend. Ja, Joris daaruit zijn doel. Balverlies, overkomt het niet vaak. En dan ligt het doel open. En dan prikt hij hem er zo in. Dan steekt hij zijn vinger op, alsof hij 1 bier bestelt. Maar heeft hij gescoord hoor. In de eerste wedstrijd van de 4 totaal die ieder team gaat spelen. Frank Slotte. En nu. Richting laatste minuut. Lekker Niek, wordt er gezegd. Zwarte lijnen dus. Zo ziet Schran er van boven uit. Deze wedstrijd die met 1 camera wordt opgenomen. Normaal natuurlijk bij Champions League Eredivisie minstens 3 tot 5 camera's. Soms wel een stuk of 20. Mochten jullie sponsoren weten voor meer camera's, dan horen we het graag. Maar zo is dit ook uitstekend te zien. Dat dit een spannende, leuke wedstrijd is met hier een doelpunt. Jazeker. De 3-1. Gemaakt door Rijn. Assist. Vanaf de linkerkant voor assist Celine. Assist Slotta. 3-1. Dit moet de beslissende zijn. Gemaakt door Rijn. Die op wintersport is geweest. En veel in het nachtleven van Amsterdam te vinden is. Zij jagen. Schran met weer een handigheidje. Een trucje. Balverlies.
Bram was dat, die het balverlies leed. Die heeft recent Nijmer ontmoet in Parijs. Doet de TikTok voor Queer Desossi. En Frank, die heeft nu wel heel veel zelfvertrouwen. Speler van het jaar en scoren in het eerste duel. Ja. Frank, bijna balverlies. Maar is het mannetje hoor. Niek, oh, dat is risicovol. Door de as. Eenmaal achterin, twee daar, maar hij herstelt het zelf. Dan gaan we richting het einde van de wedstrijd. Is dit Dani met een halve schaar? Die bereikt Bram niet. Kijk eens hoe ver de linies uit elkaar liggen nu. Niek. En daar. Oh! Raakt hem maar half rein. Schuift hem in het net. Maar dan dat net achter het doel. Seran. Aftellen. Seran. Wijzend. Dani. 1-2'tje. Zoeken naar de opening. Die groenen doen dat goed. Zo speel je zaalvoetbal. Compact. Meestal verdedigend. Soms naar voren. Compact met z'n viertjes. Plus dan een keeper. In dit geval Joris. En Dani. Maar Joris is meer een vliegende keep. Dani van ver. En Seran. Oh, onder de voet door. Glenn. Ja. Ja, dat is zeker goed dit driehoekje. Frank. Slot daar met het schot of paas. Whatever. Joris. Bram, Joris. Akkermist. Wat willen jullie trouwens? Dat die Akkermist wordt genoemd voortdurend? Of Joris? Wisselen een beetje af. Is goed ook voor de algoritme op YouTube, op internet. Wanneer een naam te horen is. Dus wanneer je zoekt op Joris, is het fijn om ook af en toe Joris te zeggen. Vandaar. Maar wat hebben jullie voorkeur? En wie vinden jullie goed spelen in dit duel? En wie denken jullie dat dit toernooi gaat winnen? Seran, halve omhaal. Frank, slot op de deur. En daar het doelpunt. Ja, die is over de lijn. Dan is het ook nog 3-2. En wordt er wat langer doorgespeeld, zo lijkt het. En is het weer spannend. Omdat team Tantum weer toeslaat. Zijn 3 T's. Ja, en Rutger zegt, kom op, die 3-3, die kan nog. Niek. Bijna tijd, hè, wordt er gezegd. Bal vasthouden of gaan voor de 4-2. Dat laatste was het idee. Kijk eens, ze zijn weer goed terug. Positioneel ook sterk, hoor, die Celine. Slimme speelster ook. Maar dit is natuurlijk een hele handige gast. En die gaat voor de 3-3 en schiet hem naast. En dat is ook de laatste seconde. Het schot van Rutger. Zet een punt achter dit duel dat gewonnen wordt door Come On. Doe het dan, verliest een eerste duel, maar je hebt nog kansen genoeg in de volgende 2. Ga die bekijken.